Benjamin Herman, muzikant, man van de New Cool Collective. De camera goed hebben, dat is allemaal eenmanswerk. Hey, New Cool Collective, jullie staan vaak in zalen op te treden, maar nog nooit op het toneel gestaan, een toneelstuk. Nee, we hebben wel vaker op toneel gestaan met Jules Deelder onder andere en Bart Chabot, maar we hebben nooit in een echt theaterstuk gespeeld. Dus het is heel spannend voor ons. Ja. Wat voor idee had je van tevoren? Ja, wij hebben er als ik eerlijk ben, heel lang over gehad, heel lang over getwijfeld. Want omdat we zo'n lange periode vastzetten van repetities en optredens, kunnen we, als er festivals binnenkomen met aanvragen, kunnen we niet spelen. Dus ja, het was voor ons, we moesten echt een en ander laten om dit te kunnen doen. Maar het aantrekkelijke voor ons is dat we konden samenwerken met zulke goede mensen en geweldige acteurs. En we zijn dus nu tweeënhalve week verder. We hebben eerst met Wim gerepeteerd, die met allerlei ideeën aankomt de hele tijd. En nu met de acteurs erbij. En we zijn super blij dat we hebben toegezegd. Het is heel inspirerend. Want jullie moeten heel vaak wachten, want volgens mij is repeteren heel vaak wachten. Ja, maar het is niets vergeleken bij onze bandrepetities. Hoe zijn die dan? Die zijn 10 keer erger. Ja, maar vertel. Nou, als wij zelf repeteren, dan of we vliegen elkaar in de haren, of er wordt al na een uur vertrekt er iemand naar de slijterij. Dat doen acteurs ook, hoor. Nou, heb ik hier nog niet gezien. Dus het is voor ons heel goed om een beetje gedisciplineerd elkaar aan het werk te zijn. Want wij moeten hier dan 's ochtends om 10:30 klaarstaan. Dat is vroeg. Dat is echt ongelooflijk vroeg voor ons. Normaal gesproken zijn we net thuis. Dus tot nu toe bevalt het. Nog 2 maanden repeteren? Ja, nog 2 maanden repeteren. Maar tussendoor gaan we nog naar Japan en Turkije. En ik ga met Anton naar Zuid-Afrika. En alles loopt door elkaar. Maar we hebben het zo weten te regelen dat het allemaal precies gaat lukken. En dan 2 maanden spelen, iedere avond. Ja, maar dat is heel erg leuk. Want wij zijn al 19 jaar gewend om elk weekend ergens anders naartoe te gaan. Dus het is altijd 3-4 dagen in de week in de file. En 's nachts thuis en de spullen uitladen. En de volgende dag naar de opslagruimte en de spullen weer inladen. En weer de file in. Dus eigenlijk is het 6 dagen in de week werken is eigenlijk voor ons een soort luxe. Het is op 1 plek met een heel goed gerepeteerd stuk van natuurlijk een van de grootste schrijvers uit de geschiedenis van het toneel. Dus dit is heel, heel bijzonder. Nou, we spreken in de afloop later van het toneel nog wel hoe het bevallen is. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe we hier uitkomen. We hebben in ieder geval heel erg veel zin in en we zijn heel vereerd dat we mee mogen doen. Dankjewel. Cheers.